De Zuiderzeelijn kan toch niet uit, dit blijkt uit onderzoek van minister Pijs van Verkeer. De stuurgroep Zuiderzeelijn liet gisteren nog weten dat zo'n verbinding wel financieel haalbaar is. In hun berekening zou de Zuiderzeelijn 1 miljard euro goedkoper uitkomen dan tot nu toe gedacht. Maar volgens Pijs komen de kosten van een verbinding tussen het noorden en de Randstad op 4 miljard euro en de baten op 1 miljard. Bovendien blijft de minister bij haar standpunt dat de Zuiderzeelijn geen oplossing biedt voor de economische problemen van het noorden. De stad begint zich langzaam maar zeker op te maken voor de Tweede Kamerverkiezingen. De eerste landelijke kopstukken hebben zich al in de stad gemeld en de verkiezingsborden, zoals hier in de Hoogte, worden deze week al klaargezet. De Tweede Kamerverkiezingen worden op woensdag 22 november gehouden. SP-wethouder Peter Verschuren heeft ruzie met VVD-burgemeester Wilma Delissen van de Brabantse gemeente Grave. Inzet is een groep van 18 asielzoekers uit Grave die sinds kort in Groningen en Appingedam opgevangen wordt. Deze groep is in het noorden sinds Graven niet meer wilde betalen voor de noodopvang en hen zelfs wilde laten oppakken door de vreemdelingenpolitie. Maar de politie weigerde dit te doen omdat deze mensen in vrijheid op hun asielverzoek mogen wachten. Bovendien pleegde Graven contractbreuk door niet meer te betalen voor de noodopvang van de asielzoekers. Verschuren maakte dit uit boosheid bekend omdat Delissen beweert dat Groningen asielpolitiek voert over de rug van de gemeente Graven.